Deze beschouwing die gaat over medelijden. Uh, ik denk nog even na over wat mooie woorden die erbij gaan komen. Om wat. klikbeet, ja, heet dat. Hè? Mensen denken, oeh. Bijvoorbeeld, uh, seks is een goeie. Maar medelijden en seks, dat heeft niks met elkaar te maken. Nee, het wordt denk ik zoiets als uh, autisme en narcisme. <laughs> Die trekken ook nogal wat klikjes. Het gaat over medelijden. Nou, voordat ik uh, van wal ga steken, ik heb er een pakje thee bij. En het is een zondagmiddag. Ik heb alle tijd. En jullie ook, mag ik hopen. Anders doe je maar alsof, hoor. Heb je een of ander vervelend kind? Want kinderen kunnen ook heel vervelend zijn. Geen medelijden mee hebben. Gewoon zeggen: uh, papa heeft nou geen zin. Doei. Ik ga even luisteren naar Peri. Die gaat het hebben over medelijden. <laughs> ja, zoiets. Ja. Maar voordat ik van me steek, even reclame voor uh, het kanaal. En hier komt de reclame. Allemaal klikken, kijken, liken. Deze reclame werd u gratis bezorgd door Perry Winkel Company. Dat is een goede reclame. Ik maak elke keer reclame voor mijn kanaal, maar ik vind dat het elke keer weer wat anders moet. anders heb je steeds dezelfde reclame. En dat is zo saai. Nee, het is leuk als je. Ik vind het zonder meer leuk als je kijkt. Ja, dat doet me deugd. En ik vind het nog leuker als je like doet. En daar moet je ook voor kijken, daar heb ik al een puntje binnen. Als je ook nog like doet, heb ik twee puntjes. Als je ook nog een reactie geeft. man. Maar... Ook als ik een foutje maak of zo, vind ik ook erg aardig. Als, je, als ik een fout maak, dat je even zegt wat ik, dat ik me vergist heb. Want ik doe ik niet het niet met opzet natuurlijk heb ik me ergens in vergist. Toen hadden we laatst weer iemand... en die zei, ja, dat heb je hier vergist. En dat schrijft hij dan in een reactie eronder. Kijk, dat, dat, daar hou ik van. Ja. Dan kunnen de mensen die naar hem gaan kijken... gelijk zien van, oh, Perry vergist zich daar... op zoveel minuten. Ja. Vind ik ook tof. Ja, subscriben, dus abonnee worden... vind ik geweldig. Ja. Heel gezellig. Hoor je bij de club... En Sharon, dat, is, dat levert dan meer kijkeraars op. Ik heb nu 63 abonnees en men kijkt. Even kijken, want dat kan ik hier zien. In de acht, acht, af, afgelopen 48 uur hebben er 53 mensen gekeken. Dat is niet heel veel. Soms zie ik wel eens 90 staan of 100. En nu dan 53. Wow. Maar goed, er zijn nog steeds 53 mensen. En dan kijken ze toch zo'n beetje een kwartier. Per filmpje. Dat is al heel wat, vind ik hoor. Ik maak meestal een uurtje vol. Dat vind ik zelf net mooi genoeg. Met het oog op het feit dat er mensen zijn. en die luisteren dit voor het slapen gaan. En ja, in 10 minuten tijd val je niet in slaap. Vandaar dat ik een uurtje vol kletsen. Ik hou mijn stem, mijn stem netjes mijn netjes in bedwang. Ik hou rekening met het feit dat je, ja, sommige kijkers momenteel in slaap aan het vallen. Ze <laughs> dus moet ook een beetje vervelend zijn. Dan vallen ze in slaap van verveling namelijk. Nee, het gaat op zich best wel goed met de kijkeraars en alles. Oh, er, er zijn dagen. Oh, dan heb ik wel uh, 60 op een dag. Dat is niet elke dag, natuurlijk, maar die zijn er wel. Ik heb hier zo eentje zo'n topje. Kan ik dan klikken? Op. Nou, ja, 21 augustus had ik een 59. Oh, zo helemaal. Op één dag, hè? Ja. Nou, dat is genoeg reclame. Um, medelijden. Mensen die een diagnose krijgen: à la Asperger, of autist, of narcist, of borderliner, of sociopaat, of psychopaat. Nou, zo'n beetje, dat zijn ze denk ik allemaal. Dat zijn van die psychische ziektebeelden. Die mensen hebben allemaal gemeen dat hun gedrag wordt gezien als irritant. Vervelend zo. Tot en met onacceptabel aan toe. En. van die mensen kan je zeggen. dat ze. geen rekening houden. met hun omgeving. He? Ook. Ik probeer even logisch met me mee te denken als je wil. voor het geval dat ik een denkfout maak. Nou, hun gedrag. Van die groepen die ik net allemaal opnoemde. Borderliner, autisten, bla, bla, bla Die houden geen rekening met hun omgeving. Die vertonen dus geen medelijden. De vraag is of ze medelijden kunnen ervaren. Het feit is. Dat ze dat medelijden niet tonen. Zo, ja. Want anders krijg je niet zo'n diagnose. Er is geen narcist met medelijden. Ik ben uitgemaakt voor een narcist. Maar degene die mij uitmaakte voor een narcist, dat was iemand. En die heb ik een keer opgehaald uit Almere, want dan zat hij in de bak. En dan moest ik op stel en sprong naar Almere komen om hem uit de bak te halen. En toen heeft hij de benzine niet eens betaald. In het kort dan zo ongeveer. De, 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 die ene keer had hij wel de benzine betaald, maar die andere keer dat ik naar Almere kwam, had hij niet de benzine betaald. En toen ik hem daarom vroeg, toen zei hij dat ik een klootzak was. En even later zei hij dat ik een narcist was. En ik zeg: uh, die persoon in kwestie heeft uh, geen rekening gehouden met mij. En die had zeer zeker geen medelijden. Dus, zo iemand maakt mij dan uit voor een narcist. Nou, zoiets leg ik dus uh, even naast meneer. Want ik was wel degene die hem uit de bak kwam halen. En dat kostte mij de hele middag. en dan nog moeilijk gaan lopen doen over de vergoeding voor de benzine. Terwijl ik toch eventjes een auto heb gehaald. En nou, die staat hier niet bij mij voor de deur. Die staat hier uh, bijna ja, een kilometer verderop. Uh, ik ook een kilometer lopen in de auto. dan nog uh, tanken. En, en dan hebben we een Almere. En dan op het politiebureau zitten. En ik moest ook alles bij me hebben. En ik moest ook nog pinnen. Uh, nou ja, gaan ze maar even doorgaan. Ja ja, en ik ben een narcist. Ja ja. Ja natuurlijk joh. Narcisme, autisme, zo, dat soort dingen. Ik ben ook uitgemaakt voor autisten. Dat slaat helemaal nergens op. Het zijn ja, die mensen die dat soort dingen roepen. Daar zitten mensen tussen die. Uh, punt één helemaal geen recht van spreken hebben. die echt niet weten waar ze het over hebben. En uh, het zijn ook nog eens mensen die zelf. geen rekening houden met een ander. En geen medelijden hebben. Uh, die persoon in kwestie die mij dan even uitmaakt voor een narcist... Uh, daar heb ik wel het een en ander voor gedaan. In totaal heb ik uh, iets van vier, vijf keer in de ronde gereden met de auto die ik toen had. En dan mij even uitmaken voor zoiets lelijks en dan niks meer zeggen? Wat uh, nou, uh, nou... Wij hoeven geen contact meer, want jij bent een narcist. Nou, dan heb je niet veel medelijden met mij. Hè? Je kan je voorstellen dat als je zo vaak van iemand zijn diensten gebruik hebt gemaakt, dat je dan minimaal voor die persoon als vergoeding. een keertje lekker gaat koken, of je koopt een fles whisky voor mij, of uh, twee tientjes wiet, of. Hè? Maar niet dat ik een grote bek krijg. Als je zoiets doet, heb je geen medelijden met een ander. En dan gaat het hier om een man met een jeugdtrauma. Dat weet ik dan. Hij is uit huis geplaatst en uh, allemaal hele vervelende dingen met zijn ouders. En dat is allemaal niet zo leuk en zo. Maar in principe is dat dus iemand die uh, qua historie mogelijk. Uh, ja, niet zulke aangepaste gedrag uh, vertoont. En ook echt geen medelijden kent. En dat heeft hij dus een aantal keren geflikt. Bij mij. Medelijden, daarvan zegt Arthur Schopenhauer dat dat. het. is. En met het bedoelt hij. De basis. van het menselijke bestaan. is. dat. Nou, je zou kunnen zeggen. het bestaan. De basis van bestaan is. dat medelijden is. Buiten medelijden geen bestaan. Punt. Dat zegt Schopenhauer. En omdat buiten het medelijden uh, geen bestaan is, uh, buiten het medelijden kan bestaan geen oorzaak hebben, dat zegt Schopenhauer. Dus als er geen medelijden is, dan heeft het bestaan geen oorzaak en het bestaan heeft een oorzaak, dus is er medelijden. Dus moet medelijden zijn. Je moet geven om een ander. Geen keuze. Dus ik weet nog een keer dat ik... Uh, dan was ik nog getrouwd. Uh, mijn kind was klein. Zei, uh, heel, heel, heel lang geleden. En ik had een poes gevonden op straat. Uh, met die poes ging, uh, ging het toen niet goed. Die, die heb ik van de dood gered. Als ik hem niet op had gepakt. Dat was uit medelijden dus, uh, met die poes. Want ik hou helemaal niet van huisdieren... En zeer zeker niet van poesen. Nee, daar hou ik totaal niet van. Zegt me helemaal niks. Huisdieren dan, hè? Maar ik had medelijden met die poes. En ik heb die poes opgepakt van straat. Die, die poes die had echt heel, die, die was op sterven na dood. Dus die liet zich oppakken als helemaal niks. En, uh, in mijn jas gestopt, mee naar huis genomen. Nou, en dan met die poes naar de dierenarts toe. Want het beest zag er niet uit. Allemaal kale plekken op zijn vacht. En, uh, ja. Nou, toen bleek het een raskat te zijn. Nou, zo'n dus kat die als, je die als je daar een kitten van wil kopen, van een echte fokker, dan betaalde je toen in die dagen 700 gulden voor. Dus nu iets van uh, 9000 euro, denk ik. <laughs> grapje, grapje, grapje. <laughs> uh, maar met inflatie en alles. Hè? Een behoorlijk dure kat. Wist ik niet. En toen had ik de beest in huis. En de dierenarts die had gezegd van... Ja, nou, want ik moet ik nog een keertje teruggaan. Ja, het is een hele herstelperiode geweest. En toen kreeg ik van die arts kreeg ik pillen mee. En hij zei, deze pil, die moet je hem geven. En we hadden nog meer pillen in huis. Oh nee, meer katten in huis. En de andere katten mochten die pil niet. Want het was wel een serieus medicijntje. Het was een antibioticum. Ja, dat is niet een kattensnoepje. En geprobeerd om dat beest die pil te laten slikken. En dat was moeilijk, man. Want dat beest, dat verdomde het, hè. Ja, die had heel lang op straat geleefd. Die was zo achterdochtig als wat. Die vertrouwde helemaal niemand meer. En zeker niet een pil in zijn mond. Oh, wat een drama, man. En ik moet denken, hè. En toen dacht ik, nou weet ik het. Ik heb de ultieme truc. Toen heb ik bij de keurslager heb ik een lekker rundig gehakt gekocht. Uh, drie gehaktballetjes gemaakt. Die pil van de arts fijn gemalen. En één gehaktballetje met de fijn gemalen pil erbij. Toen een groot bord. Die drie gehakballetjes erop gelegd. En alle poezen geroepen. En dat borg dan in de keuken, zodat die, dat kleine opdonnetje dat ik op straat had gevonden, nou die was dan al zeven jaar of acht jaar, maar het is een, een klein, klein poeseras. Ja, hele grote oren, echt een prachtig beestje. Zodat die niks in de gaten zou hebben. Hè? En dan die andere twee poesen er ook bij gehaald. Nou, elke poes is er een balletje met vlees. Nou, toen had die grote witte poes, die had zijn balkje vlees op. En dan hadden we nog een zwarte poes, en dat was een beetje een vervelend poesje. En die had ook zijn balkje vlees op. En de kleine poesje, schildpadkleur had hij, die, die durfde nog niet te komen. En toen dacht die zwarte poes, oké, okay, nou ja, als die kleine niet komt, dan, dan is die je bal van mij. Nou, punt 1, dat moeten we niet hebben, want in die laatste bal zat het antibioticum. Dat is helemaal niet gezond als je dat niet nodig hebt. Het is al niet gezond, het is zonder meer niet gezond. En ja, als je dat nou nodig hebt, is het wat anders. Maar dan heb je het nog met een reden dat je iets ongezonds in je mond stopt. Hè? Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? En die witte poes, die ziet dus die zwarte poes, zo voorover buigen om dat derde balletje te pakken. En die witte poes zo op zijn rechterpoot, pas! Geef zo die zwarte poes een klets voor zijn kop. Dat deed die witte poes uit een medelijden met de kleine poesje. Want die witte poes, kennelijk kunnen poesen de dus spellen. Hé, hey, we zijn met drie poesen. Hé, hey, er liggen drie balletjes. Nou, één balletje voor mij. Eén balletje voor die zwarte zeurneus. En één balletje voor de kleintje. En nee, wij gaan niets. Dat derde balletje opeten, want dat is zielig voor dat derde poesje. Die witte poes had medelijden. En als je oplet met dieren, daar moet je wel goed op letten. En je moet een beetje mazzel hebben, want niet alle dieren zijn medelijdend. Want die zwarte poes, die heeft helemaal niet medelijdend. Dat is echt een, is een vervelende poes die ging ook rustig in de keuken om het hoekje zitten bij de deur wachtend tot dat kleine poesje kwam, heb ik het over jaren later Want dan wist hij van ja, de kleine poesje komt af en toe ook naar de keuken om wat te gaan drinken, wat te gaan eten. En dan kwam die kleine kwam de hoek om en dan kreeg hij pas kreeg hij een klap van zijn kop van die zwarte. Dus die zwarte zat alleen maar te wachten en dan, uh, dan komt de kleintje weer aan en dan ziet hij me niet, dan ziet hij me niet en nee, dan pas en kreeg hij die zijn kop. Dat die hij altijd. Of uh, dan uh, we hadden zo'n verwarming met een rekje bovenop. Speciaal voor de poesen gemaakt. En die zwarte poes die had een, een vrij dikke vacht. En die zat helemaal niet heel vaak bovenop die verwarming. Die, de kleine poesje dat had geen bovenvacht. Alleen maar een ondervacht. die had dat altijd stervens kuis. En dan zat die zwarte poes gewoon in de keuken zijn eigen dingetje te doen. En dan kwam de kleintje kwam naar binnen. En die sprong dan op de verwarming om erop te gaan liggen. Waarop die zwarte dacht: Oh ja, jij gaat op de verwarming liggen? Mooi zo, nu wil ik. En dan sprong die zwarte boven op de verwarming en dan jaagde hij die, die kleine weg. Niet omdat hij op de verwarming wilde gaan zitten. Nee. Gewoon pesten. Ja, die zwarte poes had geen medelijden. Pun. Dus dat komt onder dieren ook voor. En onder mensen ook. En dat is heel vervelend. En dan heb je die mensen die geen medelijden hebben. en daar kan je dan allemaal termen voor gaan verzinnen. Maar helpt dat? Je hebt een mens en die heeft geen medelijden. Althans, het is gebleken. en toen viel hij in de categorie Huppeltje Pup. Dus toon je geen medelijden en ben je een vrouw. dan loop je een vrij grote kans dat je het predicaat Borderliner krijgt. Bij een man heb je dat niet zo snel. Ben je een man en heb je geen medelijden? Dan, dan noemen ze jou wat anders. Dan word je waarschijnlijk autist. Genoemd. De kern is dat die mensen geen medelijden hebben. Dat hebben ze namelijk allemaal gemeen. En Artie Schopenhauer zegt: medelijden, dat is het. Dus. En kan je iemand medelijden bijbrengen? Maar ik denk van niet. Eigenlijk. Je kan wel... Ja, met iemand omgaan op een begripvolle manier... waardoor die persoon op termijn gaat denken van... nou ja, dus eh... Uh, huh? Ja, dus dat je veel begrip toont voor een persoon. En dat die persoon dan met kleine bekers ook begrip krijgt voor een ander. Zou kunnen. Het lijkt mij een lang proces. Ja, ik zou het. Dus ik, zou, ik ben er heel voorzichtig in om zonder meer te zeggen dat het kan. Je kan natuurlijk wel met zo iemand uh, overeenkomen dat hij zich anders gaat gedragen. Dat je zo iemand regeltjes aanleert. En is zo iemand jong en heeft hij geen medelijden? Nou, dan kan het ook te repareren zijn, eh, omdat dan de achterstand niet te groot is. Denk ik. En hele jonge mensen, by the way, ja, die hebben überhaupt geen medelijden. De, de, de baby's hebben geen medelijden. Dat kunnen ze niet hebben. En je hebt ook de, de tweejarige mens, die wordt ook genoemd de terrible too. Die mensen hebben geen medelijden. Die zijn er veel te jong voor. En medelijden, dat uitzicht wordt pas, ja, dat uit zich pas echt. als kinderen zeven jaar en ouder zijn, ongeveer dan. Hè? En voor die tijd kunnen kinderen wel dat gedrag vertonen, maar dan kopiëren ze het gedrag van mama. En dan, dan doen ze iets na, dan spelen ze een spelletje. Maar echt begrip voor een ander, ja, daarvoor moet er toch onder de hersenpan iets gebeuren. Dan moet je begrip hebben, dan moet je iets kunnen begrijpen. En ja, begrip bij kleine mensen. Nou, dat, nou, je, mag, je mag ervan uitgaan dat vanaf hele vroege, misschien vijf jaar, zes jaar. Dat dan het begrip gaat komen. Ja, dat, ja. Dus dan kunnen ze ook een ander gaan begrijpen. Voor die tijd niet. Maar heb je iemand die. Ja, volwassen is. en die heeft geen begrip voor een ander? Er is ook geen medelijden. Ja. Maar moeilijk lijkt me dat. Ik heb het meegemaakt hoor, dat ik was op mijn werk. En ik had een ongelooflijk mooi project binnengehaald. Daar heb ik ontzettend veel tijd in gestoken energie en energie. Nou, toen had ik die offerte binnen. En er ging om geld, jongen, echt heel veel geld. Nou, toen moest er een dataconversie plaatsvinden. En ik zou de verantwoordelijkheid opnemen voor die dataconversie. Dat was ook helemaal afgesproken en alles. Nou, en toen liep ik tegen een behoorlijke tegenvaller aan. En dat ontdekte ik pas op de middag, voordat ik de echte grote conversie zou gaan doen, die nacht. Nou, dan heb ik dat besproken die middag. En bij die vergadering was iemand en die had ja, voldoende verstand van de boel, dat was een fan-out. Een ingenieur ook. Dus ook geen domme jongen. Nou, voor de rest waren er mensen bij die vergadering en ja, die hadden niet genoeg kennis om iets te kunnen betekenen. Hè? Maar die waren wel bij die vergadering, want ja. Het was niet gegarandeerd dat ik het die nacht zou kunnen oplossen. En wat gaan we dan doen? Ja. Dus er moest vergaderd worden. En ik ging ervan uit dat mijn medevennoot. dat die. Ja, niet naar huis zou gaan. Ja, we gaan. We, we bellen wat eten. we bellen pizza of zoiets. Ja. En we zetten 35.000 liter koffie. En we gaan, we gaan samen door. Deed die man niet. Die hoorde het hele verhaal aan. Die hoorde ook hoe groot het probleem was. En dat was aanzienlijk. Dat was niet in een kwartiertje op te lossen. Ben jij hem af. En dat werd uiteindelijk ook voor mij de hele nacht doorwerken. En of je dan in je eentje bent of met z'n tweeën bent, dat maakt niet zoveel uit. Het is de hele nacht doorwerken. Ook met z'n tweeën natuurlijk. Maar met z'n tweeën kan je elkaar, punt één, gezelschap houden. En met z'n tweeën, ja. Je hebt een extra controle. Want het is leuk dat je de nacht doorwerkt, maar het is wel de bedoeling dat de volgende dag dat alles dan ook echt klopt. En dan is met z'n tweeën controleren beter dan in je eentje controleren. Toch? En die man die, uh, die zei tegen mij: van, Ja, uh, jij hebt dit project binnengehaald en. Uh, ja, je bekijkt het er maar mee. Ik ga naar huis. Nou, zo iemand heeft totaal geen medelijden. Ik had dat project binnengehaald, maar niet voor mezelf. Dat had ik binnengehaald voor het project, voor het bedrijf. En uiteindelijk hebben we aan dat project wat ik dan binnenhaalde. er zaten allemaal vervolgopdrachten aan. En daar zijn miljoenen aan verdiend. Ja, dat hoor je goed. Er waren bedragen met zes nullen. Niet 10 miljoen of zo, maar. zullen we zeggen. 3 miljoen in totaal. En dat bedrijf in kwestie. Is tot op de dag van vandaag klant bij hem. Onze wegen zijn gescheiden en taakverdeling en alles en ik, ik wil ook met die man nooit meer wat te maken hebben. Ik ben helemaal beu. En hij werd ooit. Ja, toen, toen ik dus de conversie goed had alles in alle banen had geleid. later kwam dat project in de rustige vaarwater. Toen wilde hij wel het account. Ja. Toen de zon ging schijnen, wilde hij wel achter het stuur zitten. Nou, dat heb ik toen maar gedaan. Ik was al lang blij dat hij wat ging doen. Dus hij heeft die klant, toen is hij de klant gaan bedienen en uiteindelijk heeft hij nou die klant overgehouden. Ik vind het allemaal best. Ik doe niks meer met hem samen. Maar dat is dus iemand die heeft geen medelijden. Dat is een punt. En daar heb je dus niks aan. Die man had minimaal uit medelijden zijn vrouw moeten bellen. Of hij was nou niet getrouwd, hij had een vriendin. Zijn vriendin moeten bellen. En zeggen: Nou, Perry heeft een misser gehad. Dat is allemaal heel vervelend. En dan kan Perry, ja, iedere fout, het is een fout. Ik had iets over het hoofd gezien, of weet ik wel wat. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En, en misschien was het wel, ik weet niet meer precies wat dat was. Het was nogal naar. En hij had moeten blijven. Puur uit medelijden met mij. Wat doet meneer dan niet? Nou, dat kwam niet één keer voor. Nee, dat soort dingen kwamen alsmaar voor. En wat is er dan nou nu aan de hand? Ja, uh, Mijn talenten, daar heeft hij geen sier meer aan. Hij is nou lekker in zijn eentje, nou, bekijk het maar. En tegen mijn klanten heb ik gezegd: uh, nou, je mag met hem uh, verder gaan. En als hij er niet uitkomt voor jou, dan kom je maar terug naar mij. Doei. En hij moet maar kijken waar het schip strandt voor zijn uh, kant van de zaak. Nee, ik ben klaar met hem. Kijk, als er geen medelijden is, uh, laat me zitten. Dan wil de rest ook niet. En op allerlei andere fronten kreeg ik met die man ook de meest maffe problemen. Dus ik dacht van nou moet je ophouden jongen. Want dit wordt hem helemaal niet. Hé, oh. hey, medelijden is heel belangrijk. En als het er is, is het ook alles. Mensen die echt om je geven, die zal je nooit vergeten. Er zullen altijd hele waardevolle personen zijn in jouw herinnering. En als jij herinnerd wil worden door je omgeving, nou besef dan deze eeuwige waarheid. Wat is dat nou? Ja, toch? En je hebt alle reden om medelijden te hebben met je medemens. En een hele gevaarlijke in deze is woede. Als jij geïrriteerd bent over het gedrag van een ander, wat kan. En je wordt dan boos. Nou, vanuit je boosheid. Kan je medelijden. Uh, lekker op je buik schuiven? Dat gaat nog niet worden. Neem het bijvoorbeeld. de relatie tussen mij en mijn dochter. Mijn dochter. heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En dat is zielig. En mijn dochter heeft. Uh, toen zij uh, echt zelf kon kiezen. heeft ze ook een aantal dingen gedaan. Waarvan ik denk: van ja, Karel. Uh, zo zijn wij niet getrouwd. Huh? Daar zou ik boos over kunnen worden. Of had ik boos over kunnen worden. Dat heb ik niet gedaan. Misschien een beetje. Huh? Ik heb een tijd lang heel veel alcohol gedronken en daar zat een hele hoop woede en frustratie en irritatie en zo zat erachter. En daar heb ik de bijl in gezet: van nou is het voorbij. Huh? Kijk, vanuit je woede uh, kom je niet tot dat medelijden. En dat medelijden, dat heb ik nodig om mijn dochter te kunnen begrijpen. Want iemand die niet altijd even aardig heeft gedaan tegen jou, dat wil niet zeggen dat je daar geen medelijden mee moet hebben. Snap je? En zeer zeker niet, <coughs> ik verslik me in thee, zeer zeker niet als het gaat om je kind. Met je kinderen moet je altijd medelijden hebben. Zonder meer. Daar begint de hele relatie mee. Maar ook met je partner. Ook met je buurman. En goed voelen wat een ander meemaakt. Dat mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, die. Ik kreeg van de week een mailtje van hem. Dat ging over iets heel anders hoor. Ik had hem gemaild over bla bla bla. En ik kreeg een mailtje terug. En daarin hij vertelde dat zijn bus was gestolen. Wim, heet, Wim, Wim Kruidentuin heet zo, omdat hij in tuinen werkt. Ja, voorlopig wordt het even moeilijk dus, want ze hebben zijn bus gejat. En in die bus zat er allemaal gereedschap om in tuinen te werken. Ik ga op de fiets naar mijn werk, maar ik hoef ook alleen maar het toiletten schoon te maken. Dat kan Wim niet doen. Nou, en dan lees ik zo'n e-mail en dan denk ik, eetje wat lullig. Maar die bus was natuurlijk niet verzekerd, want daar, ja, uh, ja, alles kost geld en, uh, hè? en Wim is iemand in de leeft heel zuinig en die is ook heel zuinig op zijn bus en uh, zijn bus staat bij hem in de straat en uh, ja, de hele rustige buurt en ja, uh, uh, en dan wordt hij toch gejat. En het gaat om een hele oude bus. En wat is zo'n ding nog waard? Ja, voor Wim is die zo goed als onbetaalbaar. Maar... En wat, wat krijg je daarvoor op de zwarte markt? En los van het feit dat ze hem... De... Ja, hier in Nederland kan je hem niet verkopen. En dan hang je gelijk. Dus zo'n bus moet dan helemaal afgevoerd worden. Op de, op de containerdinges naar... Weet ik veel, Bulgarije of zo. Lang leven de Europese Unie. Kan je makkelijk gestolen waar verkopen, wat je hier in Nederland jat? Ja, dan heb ik echt te doen met Wim. Daar, daar krijg ik bijna pijn in mijn buik van. Want dat is toch de manier waarop je met je medemens om moet gaan. En jij dus ook. Ieder mens moet dat doen. Op die manier. Dat is erg belangrijk. En maak je dat veel mee naar jou toe? Hè? Als ik kijk gaan mensen medelijdend om met mij. Nou, Wim heeft een aantal keren dingen gezegd tegen mij en ook voor me gedaan. Die reuze goed uitkwamen en dat Wim zei al oh, wat zielig voor je. Nou, dat gaan we anders doen hoor. We doen even dit. Nou, daar vond ik heel, heel, heel vriendelijk van Wim. En mijn dochter heeft ook naar mij toe ook dingen gedaan. Waarvan ik denk: ja, dat vind ik wel heel fijn dat je dat gedaan hebt. Ik wil lief. En mijn moeder toch ook wel. Ik raakte hier de toegang tot mijn woning kwijt. En toen mocht ik bij mijn moeder in huis. Daar vond ik het toch wel lief van. Ja, dat was wel uit mede. Mijn moeder had me ook kunnen laten barsten. Maar dat deed ze dan niet. Ze zei: Nou, kon je maar bij mij in huis hoor. Af ook wel heel lief. Maar er zijn niet zoveel mensen met medelijden. Dat. Dat ben ik mij erg van bewust. Veel mensen zijn bot. En als een ander dan wat vervelends overkomt, dan moeten ze soms nog lachen ook. Hi -hi -hi. Heeft hij ook een keertje pech? Wat ik denk van ja, trut. En ik weet niet hoe je dat moet ja, repareren, dat zei ik net al. Uh, het lijkt mij heel erg lastig. Het lijkt me meer voor jou als mens om je bezig te houden met het medelijden wat je zelf kan voelen. En medelijden te hebben met al die mensen die geen medelijden hebben met een ander. Ik denk dat wat zielig. Ik ben blij dat ik jou niet ben. Wat erg dat je zo bent. Want die woede naar die mensen toe, daar heb je helemaal niks aan. Die persoon waar ik het net over had, hè, die ik dan naar Almere had gereden en al meer dingen, ik ben niet boos op die gozer, maar ja man. Als kind is die. Ja. ja, dat was niet leuk. De kinderen te huizen en dat soort dingen. Is hij hard van geworden en koud van geworden? Nou, uh... nee, nee, ik denk niet dat hij het. Uh... dat hij op weg is om heel gelukkig te worden. Hier in Arnhem had hij een aantal vrienden, waaronder ik. Niet heel veel vrienden, maar een aantal. Een handjevol. Nou, het laatste wat ik van hem hoorde was dat hij uh, van die andere vrienden had hij al afscheid had genomen, want dat waren allemaal klootzakken. Ja. En het allerlaatste wat ik van hem hoorde was dat hij naar Nijmegen zou gaan verhuizen, want daar wonen in de regel veel aardigere mensen dan in Arnhem. Ja, ja. Maar die man is inmiddels ook al bijna 50. Dus op zo iemand ben ik niet jaloers. En ja, met zo iemand heb ik wel medelijden. Zonder meer. Een zielig vorm. En zijn nummer heb ik bewaard. Dat zit in mijn mobieltje. Zodat ik weet wanneer hij belt. En dan neem ik niet op. Want zo is het ook nog een keer. Ik kan die man niet nu nog. Medelijden gaan aanleren. Dat gaat hem niet worden namelijk. No way. Echt niet hoor. Het, uh, die, die kans is miniem. Ja, die is nul. Uh, hij is ook de vent die mij uitmaakte voor een narcist. Ja, hoe zal hij ooit gaan accepteren dat ik hem zou gaan helpen om eh, medelijden te gaan oefenen als hij mij een narcist vindt. Dan heb ik dus de autoriteit ook niet om hem te helpen. Nou, dan kan ik het al helemaal vergeten. Dus zo iemand laat ik dan maar gaan. En ik vind het wel zielig voor hem. Ik heb wel medelijden met hem. En ik doe voor de rest dus helemaal niks meer voor hem. Nee, natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor de moeder van mijn kind. Daar heb ik ook medelijden mee. Ik vind het echt heel zielig. Ik hoorde van mijn kind dat uh, haar moeder dan op haar werk. Nee, dat ze, haar moeder vindt haar werk helemaal niet leuk. Ja. Nou, ik heb al gehoord van collega's, heel toevallig, en twee verschillende collega's, los van elkaar, had ik gehoord dat de, die moeder dus, mijn ex, dat op het werk, dat uh, de men haar niet mag. Nee, de, de moeder van mijn kind, die, die heeft geen medelijden, dat kent ze helemaal niet. Dus alles wat zij dan doet, zogenaamd voor een ander, dat, dat is toneel. Er zit geen medelijden bij. Dus zij heeft collega's uh, keihard laten zakken. Ja, net als die collega van mij, die fanhoud van mij, die tegen mij zei: van nou, het is door jouw project, bekijk het maar. Ik ga naar huis. Nou, ja, dat heeft zij dus ook geflikt op de werk. Maar ja, dan heeft ze nu het probleem dat ze dus tegen mijn kind, ons kind, gaat vertellen. Oh, nee, mama vindt het helemaal niet leuk op haar werk. Mama heeft helemaal geen zin om naar de werk te gaan, want ze vindt het helemaal niet leuk daar. Nee, want die collega's die mogen haar helemaal niet. Die zien eraan komen. Maar jij, jij hebt me laten zakken toen en toen. Dat ben ik niet vergeten. En nee, ik doe helemaal niks voor jou. Ja, dat soort dingen krijg je dan. En dat. Ja, dat voelt zij natuurlijk ook. Daar heb ik toch wel mee te doen hoor. Ook al heeft zo iemand dat aan, zijn, aan haar eigen gedrag te danken. En dan nog. En dan gaat de moeder van mijn kind, die gaat ook nog op een dag. Um, ja, onder ogen zien dat ze voor het kind nooit veel betekend heeft. En nu is het nog zo dat die moeder staat in het beeld van dat kind helemaal op een voetstuk. Het is mama dit en mama dat. En ja, mama is zielig en, oh, en mama zo belangrijk en oh ik moet mama bellen en oh mijn mama. Doe. Maar er komt een dag en is dat voorbij. Hm? En dat wordt een hele moeilijke dag voor die moeder. En daar heb ik nu al, uh, ja, ik heb dus medelijden met die vrouw. En dat is me goed ook. Want vanuit woede naar die vrouw, uh, hou maar op. Dat heeft geen enkele zin. Hoe voor de hand liggend dat ook maar is, hè, om geen medelijden, maar juist irritatie of woede of dat soort dingen te hebben naar een ander toe. Dat is een no-go area. Daar moet je niet zijn. Van dat terrein moet je wegblijven. En ik ga afsluiten hoor. Maar. Het punt van het medelijden. waarom Arthur Schopenhauer zei. dat is zo belangrijk. dat komt omdat Arthur Schopenhauer. heeft laten zien. in het woord. dus in het geschreven woord. dat wij allemaal afkomstig zijn van één en dezelfde bron. Ja, zoals de christenen zeggen. Van God. De christenen zeggen dan: die noemen die bron God. En dat, dat doet Schopenhauer niet aan. Hij noemt dat de wil. Maar er is één wil. En die wil, die, dat is de willende wil. En die veroorzaakt alles. En alles in jouw omgeving is ook het resultaat. Het gewilde van die ene ondeelbare wil. Die jou ook wilde. En daarom is dat medelijden een gevoel wat je elke dag moet betrachten. Wat je in leven moet houden. En wat je nooit mag loslaten. Want op het moment dat je dat medelijden loslaat. Ben je ook het besef kwijt dat er één ondeelbare wil is die alles heeft gecreëerd? En als je dus je medelijden kwijtraakt, dan raak je de basis kwijt van jouw bestaan. En als je de basis van je bestaan kwijtraakt, wat heb je dan nog? Helemaal niks meer. Snap je? Nou, ik hoop dat ik het mooi heb uitgelegd er dus een heldere beschouwing is, beschouwing is over het begrip medelijden. en de waarde daarvan. En dat als andere mensen in jouw omgeving. geen medelijden tonen. dat dat voor jou. Uh, dat het mag jouw gedrag niet beïnvloeden. Je mag zoals ik heb gekozen. om dan met die mensen dan niet meer om te gaan. Maar als je aan die mensen denkt, dan voel je medelijden. En geen wrok, en geen irritatie, en geen boosheid. Heb je? Nou, dan kan ik een vol vertrouwen tegen jou zeggen: Tjus en dag lieverd.